Waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, als je zo verliefd bent op latere leeftijd, hoe gaat het dan met seks? Oh, ja. Wij zijn heel anders. Wij zijn ook, ons gevoel is ook heel anders dan de Nederlanders. Ja. Dus vertel eens hoe dat dan is. We hebben meer behoefte aan. We hebben meer behoefte aan dan... ook al ben je oud, heb je toch nog behoefte aan. Maar ik, op mijn leeftijd, heb ik nu nog behoefte. En gelukkig dat Rob er ook van houdt. Ja? Ja, maar dus we hebben eigenlijk elkaar echt gekozen. En ze hebben echt boven bij elkaar gedreven. Ja, ja, ja. Maar er waren in het begin dus op seksueel gebied heus wel probleempjes natuurlijk. Want je denkt aan een vrouw van 18, 19 jaar. En je weet helemaal niet wat een vrouw van 75 doet, dus hoe die dat denkt. Nee. En ik had dus een jaar of 30 geen seks gehad, dus voor mij was het ook nieuw. Oh ja. Hoe pak je dan zoiets aan? Nou, bij de dokter. Ik zeg, is er een oplossing voor? Hij zegt, dan moet je zelf oplossen. Ja. Hoe bedoel je? Je was impotent. Nou, toen las ik hier een stukje over de Viagra-pil. Ik dacht, ik vraag aan de arts. Ik zeg, is dat een oplossing? Hij zegt, gewoon proberen. Begin met 4 pilletjes. Ja. Nou, je moet dus over een dood punt heen, lichamelijk. Ja. En dat heeft jou enorm geholpen? En dat heeft geholpen. Ja. En toen, ja, zei precies hetzelfde. Ze had ook een hulpmiddeltje nodig. Ja. Wat voor hulpmiddeltje dan? Ik heb geen hulpjes nodig, hoor. Maar ik was 4 jaar alleen. Ik heb 4 jaar niks gedaan. Nee. Dus het is voor mij ook weer nieuw. Ja. Maar we hebben elkaar toch gevonden ook op dat gebied, hoor. Ja. 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 En we hebben geen hulpmiddeltjes meer nodig. Nee. En we hebben ook geen Kama Sutra nodig. Nee. Ook niet. Nee. En we kunnen ook niet 8 keer in de week. Nee. Dat redden we ook niet. Nee? We komen niet verder dan 3-4 keer in de week. Dan zijn we total... Dat is toch al veel voor onze leeftijd. Ja, dat vind ik nog knap veel. Nou, dat is veel, hoor. Ja, absoluut. En dan gaat het niet om dat je dus allebei dit of dat bereikt. Nee. Je wilt bij elkaar zijn. Nee, dat gaat vanzelf. Je wilt bij elkaar zijn.